Dames en heren, het is de 1 jaar oudere volle broer van de Hens die wij zojuist aan de hand zagen. Ook deze 3-jarige is van de vorige Ribaldi uit de Mary Bucky. Wordt u opnieuw voorgesteld door Dina van Lieren. Moet nog aangeleverd worden voor het verrichtingsonderzoek. Maar hier in ieder geval alvast een mooie test. Lijkt geen last van plankenkoorts te hebben, Joop. Traaf er heel makkelijk over. Je ziet ook dat dit paard een heel mooi rollend voorbeen heeft. Mooie aansluiting van achteren. Echt een heel jeugdig paard nog. Maar ook deze weer veel kwaliteit hebben. Ja, nakomeling van vorige Ribaldi. Je hebt meerdere nakomelingen uit de Mary gehad, uit de Bucky. Wat vind jij in dit geval dat vorige Ribaldi toegevoegd heeft? Ja, vorige Ribaldi is een echte zoon van Ribaldi, zeg maar. Die een Mary moet hebben met voldoende voorbeen. Hij heeft zelf natuurlijk wel een wat strak voorbeen. Maar zijn echte kwaliteiten die hij door kan geven, of die hij doorgeeft, is zijn rug-lendenpartij met het achterbeen. Heb je bijvoorbeeld een grote langgelijnde Jazz Mary die wat verbinding mist. Een grote langgelijnde Vivaldi Mary die wat verbinding mist. Ik noem zomaar een paar hengsten op. Dan is voor Ribaldi een hengst die daarin gewoon heel veel verbinding en kracht kan geven. Ik heb het eerste jaar denk ik 6 voor Ribaldi's gekocht. En zonder uitzondering lopen ze gewoon heel goed. We hebben één voor Ribaldi uit de Juventus hebben in de EDS-veiling. Een heel fijn bewegend paard. Ik heb met Dinja na de verkoop van Total een afspraak gemaakt. Ook voor 2 jonge voor Ribaldi-hengsten. En dit paard komt uit zijn eerste jaargang. Het ziet er wel heel goed uit. Ja, eigenlijk lijkt alles al bevestigd bij deze vorige Ribaldi Fleming. Hoe gaat de aanloop er nu naar dat verrichtingsonderzoek uitzien? Gewoon lekker doortrainen. Dan komt het vanzelf goed met dit paard. Deze hoeft alleen maar door te groeien, te ontwikkelen. Eén rondje voor de fokkers, Denja, want we gaan even een beetje gas geven. Want anders gaat het heel laat worden, zie ik wel. Eén rondje extra draven, hij galoppeert gewoon heel goed. Gewoon misschien een klein applausje erbij, dan heeft hij dat vast aan gewend. Ik vind het altijd mooi als ze natuurlijk extra gaan optreden. Amazones en ruiters zijn er niet altijd even blij mee, maar... Oh ja, extra. Wil je nog één rondje? En zo gaat het lang duren. Ja. Ja, maar dat komt als je liefhebber bent, wil je dit natuurlijk graag zien. En ik ben extreem liefhebber. Als ik een goed jong paard zie, dan kan ik er haast niet van slapen. Dan wil ik het kunnen kopen, dat lukt helaas niet altijd. Heel goed. En zeker zo'n mooie dag met weer, dan is de show maar een half uurtje langer. Top, dank je.